26 november 2018. Dat betekent dat er dus 24 en 25 november niks gemeld is. Dat betekent ook dat er enorm veel veranderd is. Ja, niet alleen wat ik straks ga laten zien, maar ook in het atelier. Hier ligt het overschot van een losbandig leven. Hier staan allemaal schilderijen. Kijk, en het licht gaat ook weer automatisch aan. Het is te schatten. Dit is een kastje wat we over hebben. Dus als iemand geïnteresseerd is, ik kan het even aanprijzen. Mijn ondergoed heeft erin gelegen. Ja, nou, als dat niet aanprijzen is, dan weet ik het niet meer. Nou kijk, in plaats van al die benden naar boven, hebben we dus die bende boven. Een onvervalste. Nou, zie ik pas hoe smerig die lens is, zeg. Jezus. Ja, er is een IKEA-kastje. Waarom is die lens ook vies? Beter zo. Stuk beter. Nee, ik weet niet precies wat ik nou... Ah, veel beter, ja. Nou, er is een IKEA-kastje terechtgekomen. Ja, nou, dit... Weet jullie nog? Ja, nou goed, dat was dus het aanrechtblad. Dat... Oh, en er is een kruk bijgekomen. Ja, ook van IKEA. Alles is IKEA ineens. Als we IKEA roepen, dan stort de tent in. Nou, toen had ik van de week ook een prachtig succesje. Dat was geloof ik zaterdag. Ik had toen deze voedingen die hier hangen. Weet jullie nog? Die gingen dus naar die Schottkys hier. Dat zijn diodes. Ik ga het niet meer uitleggen. Maar ineens stopte die ermee. Die kapte er gewoon helemaal mee. En toen had ik helemaal geen licht meer. Nou, dat kan eigenlijk niet. Want die met z'n drieën gingen dan hier naartoe. En dan vanaf hier moet het er eigenlijk uitzien naar daar. Of er maar één zo'n dingetje hangt. Ja, het is een moeilijk verhaal. Ik weet het. Maar zo had dat moeten werken. Dus als die uitging, zou gaan. Of in mijn geval ging. Dan had het gewoon allemaal nog moeten blijven werken. Maar dat werkte dus niet meer. Ja, toen heb ik de hele klerenzooi opnieuw moeten bedraden. Heb ik gedaan. Nou, zoals jullie zien mist daar dus nu inmiddels iets. Want dat hing dus daar. En deze hing dus daar. En die twee, die zijn nu van de buitenverlichting onder de overkapping. Ja, en deze touwtjes, die zijn... die moet ik even niet laten zien. Dit touwtje heb ik aangelegd van de week, deze. Daar gaat dus de voeding en de data, dat is die groene, van de bewegingsmelders buiten werkt daarop. Nou, dus ik heb nou weer een werkende kast, maar het was verrekte donker hoor, zonder licht, moet ik je even vertellen. Is dat wel het voordeel van licht natuurlijk? Je krijgt, dit is echt licht. Nou, dus als het goed is, moet dus de buitenverlichting werken. Die staat al aan, dat vind ik nou weer jammer. Wacht even hoor. Ga ik het even uitzetten. Dan kunnen jullie tenminste zien dat ik niet loop te pochen. Niet weer dingetjes loop te vertellen die helemaal... Kijk, daar ben ik. Hallo. Loop te vertellen die eigenlijk helemaal niet waar zijn. Dus ik ga naar mijn... Ik ben met een potje feud bezig. Ben ik... ik weet niet. Ik geloof niet dat ik die ga winnen. Dan ga ik naar Loxone. Dan ga ik naar ruimte. Dan ga ik naar buiten. En daar zit dan niet het licht, zou je net zien. Heb ik niet goed geprogrammeerd. Dan ga ik maar eens naar verlichting. En dan moet ik eens kijken of ik dat... Oh, wacht, kan ik het ook niet hier vinden? Even kijken hoor. Licht. Ja. Kelderhal voor de bla 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 bla. Nee, hier zit hij ook nog niet bij. Dus nou, dat moet ik morgen maar laten zien, hè. Die heb ik nu dus ook even niks aan. Die kan ik dus weer even hier neerleggen. Nou, ik kan alleen maar even zien dus dat het licht inderdaad werkt. Kijk, allemaal spotjes. Het gaat net uit, wat leuk. Dan moet je meestal even wachten, geloof ik. Een seconde of wat. En dan... 1, 2, 3, 4. En dan ga ik hier staan. En dan gaat het licht aan. Het is een mirakel. Ja, goed, dat werkt dus ook weer. Nou, ik heb een stukje... Kijk, want dat ziet er niet uit natuurlijk, hè. Die...
dat ding dat zo naar beneden hangt. Dus ik ben naar Sfeervol Buitenleven Vianen gegaan. Heb daar dit stukje hout gekocht. Dus dat zaag ik nu zo door. Dan frees ik hier iets uit waar die groene dingetjes tegenaan komen. En dan kan ik dan zo die bewegingsmelder tegenaan zetten. Ja, nou, dat wordt hartstikke mooi. Dit zijn al die draden die ik nodig had heb om weer te zorgen dat we licht kregen. En kijk nou. Ja, een uitstortschootje. Ik moet nog niet gaan storten, want het is nog niet aangesloten. Ik kan ook verder weinig, want er is nog geen kraan. Maar ja, een bakkie. Het is gewoon plastic. Maar ik vind het wel mooi. Het is dof. Zeepbakje. Dit zijn dingetjes dat als ik echt ga lopen knoeien, kan ik die erop zetten. Dan, huppatee. Nou, het is toch wat? Ja, vinden jullie het leuk? Ja, nou, mooi. Dus dit kan komen naar Rinus brengen. Onze criminele recycleboer. En heb ik verder nog iets? Nou nee, ik ga straks naar Joris weer om een gipsen plafondetje op te hangen. En dan is hij ook weer blij. Ja, ik ga nu achter mijn computer om te zorgen dat ik dat licht ook in dit ding kan regelen. En dan zit mijn dag er wel weer op voor vandaag. Jeetje, lang filmpje. 6 minuten en 30 seconden. Jongens, ik wens jullie een hele fijne avond.